Dank u wel. En hoe voelt dit? Steen. Ja, een soort steentjes zijn het. Ja, dat klopt wel. En dit? Ja, gras. Is dat gras? Voel eens goed met je tenen. Ga er eens goed in voelen. Pluizen. Pluizen? En welke dieren hebben een soort van pluizen? Zo'n, weet je wel, zo'n, weet je wat zacht. Ja. Pluizen. Nee, dat is zacht is. Ja, welke wol. Wol. Goed zo, schat. Gras? Ja, maar wat is niet, leeft het gras nog? Nee. Hoe heet het dan? Doodgras? Ja, hoi. Hey. Goed zo. Ja, ik heb alleen nog maar de deur open. En hier? Ja. Oh, oké. En eens even kijken, ik heb hier nog een bordje. Hebben jullie wel een boom hier op de weg gezien? Ja. Nou, nog nooit hoor. Ik heb het wel langs de kant van de weg gezien. Even kijken. Stop. Ja. En dan hoort je. Fiek, hallo. Fiek, ben je ook een boefje? Ja. Ja. En Sarah, ben je ook een boefje? Ik ben ook een boefje. Even op mijn vader wachten hoor. Papa, waar ben je? Papa. Oh, die gaat aan het appeltje eten. Egeltje. Ik ga nog echt op inspiratie halen dat wij willen dat echt dit gebied gewoon op de kaart komt. Want dat het wel kan. Dat het wel kan dat je, ja, gaat. Nee, ik ga gans vangt, dan ruil ik hem om voor een stukje duivenborst. Want die lust ik wel. Je hebt de foto. De snelste dier. Ilijn? Slecht voor je telefoon hoor. Vroeger zei ik altijd, ik hou niet op papier. Tegenwoordig zei ik, LCD-schermpjes gaan van mij lekker. Ben je aan het stoken? Ganzenborst aan het roken. Die worden zelf geschoten in de Bisonse polder en in de Noordpolder. En dan die worden ze netjes geslacht en behandeld. En dan gaan ze in de pekel en in met kruiden en alles erin. En dan doe ik ze roken. En dan worden ze klein gesneden en dan kunnen de mensen proeven. En dan doe ik ze ook verkopen. En dat is eigenlijk het nuttige van het onaangename verenigen. Want ja, het is toch een grote overlast. Zelfs in de steden, in de vijvers en in de singels zit helemaal vol. Oké. Dus meer kan ik er niet aan doen. En kan ik een stukje proeven of niet? Ja, je kan van mij een stukje proeven. Al wil je een hele proeven, dat maakt me ook niet uit. Soms moet je dingen leren eten. Iemand die alleen maar biefstuk kan bakken, die zal nooit een lekker stukje vlees gaan maken. Ik schiet ze zowel met de kogel als met hagel. Oké.
Dus ja, als je een stukje vlees braadt, dan kan je een stukje hagel tegenkomen. Ik heb af en toe, dan gebeurt het wel eens, dat er hier ook waarschijnlijk een stukje hagel doorheen gezeten. Of een kogeltje. Maar soms gebeurt het wel eens dat, dat je met aansnijden, dat je een kogeltje tegen hebt. Je zal je altijd zien, nou kom je er geen tegen. Nee, hier zit niks in. Maar normaal gesproken, als een gans, als hij goed geschoten wordt en je houdt hem goed voor, dan schiet je zeg maar... Schiet je op de nek, hè, zoals dat heet, en op de kop. En dan wordt hij in één keer uitgeschakeld en dan valt hij. En dan heb je door de val dat hij nog weer een vlerk breekt. Of dat kan ook tijdens het schot gebeuren. Ja. Maar dan, als hij dan op de grond komt, dan breekt hij het een en ander. Of hij breekt, als het land keihard is, dan breekt hij wel eens wat. En maar normaal, al die borsten, ze hebben zo'n dikke lange veren. Daar komt ze wat niks in. Je moet, als je gewoon schiet, moet je hem in de lucht moet je hem uitschakelen in één keer. Moet je wel een beetje kunnen mikken natuurlijk. Ja, maar goed, dat is de ervaring. Als je dat al 50, 60 jaar doet, dan moet het wel een beetje kennen. En ik had een goede leermeester, mijn vader die joeg hier ook al. Dus, oké. Okay. Kijk, ja? Zo moet het niet. Hoppa. Ik ook. Ja, maar je moet... Over 1 meter. Even wachten. Ja, jongens, kom eens even deze kant op. Mama komt er weer aan. Tegen je hoofd. Kom, nou, pas weg. Kom. Hop. Die stokje blijft hard. Pas. Ja, maar mijn past op mijn eentje. Maar de ene past makkelijk. Oh, die zitten naast. We zitten er allebei naast. Ik sla niet mijn vinger hoor. Wacht, ik sla maar even erin. Dat vind ik helemaal niks. Kinderachtig, die man, hè? Ja. Ja. Ja, sla maar. Helemaal goed. Lekker. Waar zit hij helemaal weg? In Brighton, daar stond. In the group of
Zal eens zien of jij niet bang bent, zal eens zien,
zal eens zien of jij niet bang bent, zal eens zien. Ben niet bang voor de boze wolf, ben niet bang, ben niet bang, ben niet bang voor de boze wolf, ben niet bang. Dus het loopt lekker en het weer werkt ook goed mee natuurlijk. Ja. Oh, this is great, isn't it?